Volgend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat lijkt nog heel ver weg, maar politieke partijen zijn nu al bezig om na te denken wat er in hun verkiezingsprogramma moet komen. In deze studie Kansrijk Landbouw en Voedselbeleid zet PBL de beschikbare kennis op een rij voor 27 beleidsmaatregelen. Waar het in dit rapport over gaat is het vergelijken van opties voor landbouw en voedselbeleid. Wie dit onderwerp een beetje volgt weet dat er een verhit debat bestaat over landbouw en voedsel. En daarom bekijken we in dit rapport een heel brede set van maatregelen. En we bekijken die vanuit verschillende invalshoeken. We kijken naar effectiviteit, uitvoerbaarheid en juridische legitimiteit. In het rapport bekijken we 27 beleidsmaatregelen voor landbouw- en voedselbeleid. Onze conclusie, onze hoofdconclusie over al die maatregelen heen is dat er eigenlijk geen één maatregel zonder nadelen is. Aan elke maatregel zitten zowel voor- als nadelen. Aan de andere kant betekent dat ook dat er echt wat te kiezen valt. Met deze studie hoopt PBL informatie en onderbouwing te geven voor deze keuzes.